Geen vriend. Is dit Bollopop? Bolloclub kan niet veel mooier maken. Ben je hem? Ja, soortje van natuurlijk. Kijk, dat is een hand. Mooi geworden. Nou, wie is dit soort? Lucius, die is niet er gezellig uit. Die vastzitten of niet? Kijk dan. Lixie, wat? Ja, daar kwam Luwak. Hey, Zeeland. En dit is een zakje. Nou, wij gaan op. Speelt maar. Zeeland appelsap. Ah, hier dan een rijkdom. Even reuzen, tappen, tappen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn lekker op vakantie in Zeeland. Kijk, we zitten hier lekker aan ons ontbijtje. En kijk, Lucie zit er ook al bij. En Lucie die heeft een hele mooie chocopasta store. En Lucius die ligt hier heerlijk in droomland aan het ontbijt. Want die hoort er natuurlijk wel bij. Zo, hè? Ja. Nou, wij zijn hier gisteren aangekomen, het heerlijke huisje. We gaan nu even lekker ontbijten. En dan gaan we er straks op uit. Maar wat we gaan doen, dat weten we nog niet. Zo, en kijk even wie daar wakker is. Dat is onze Lucius, hé vriend. Ja, je grote broer Luwak. En je zus Lucilla en Lucius zijn buiten op het fiets. Op mama hebben we even het huis opgeruimd, tafel afgedekt. Even stofzuigen. Ja, jij bent lekker geslapen. Ja, nu wordt hij wakker. Oh, mooi man. Heerlijk, hè? Ja, je bent zo lief. Je bent zo'n lief ventje. Je bent zo mooi. Echt, dat is op dit moment onze mee op hè? Ja, we hebben ook al fietsjes hier staan. Oh, je kan ook in de boldekar. Dan wil ik je eerst gewoon even lekker meegaan in de kinderwagen. Toch? Zullen we dat doen? Ik hoor ze alweer binnenkomen volgens mij. Kijk hoor. En kijk eens wie er zijn. Oh, zussen. Ik dacht dat we met z'n allen even een leuk spelletje kunnen doen. We gaan met z'n allen erop uit. Kijk eens wie wakker is. Kom. Kijk eens. Kusje, ga maar vast. Oh. Is het lekker buiten? Ja. Ja? Oh, lekker. Ja, jullie wel lekker fietsen, zag ik, hè? Ja. Ga je naar fietsen? Oh, heb een heerlijke fiets. Ja, nog even, dan kan Lucius ook mee. Wat is snel. Lucius kan me daar achter papa. Of dat ze mama en Lucius in de kinderwagen lopen. Oh ja, goed idee. We doen de jassen lekker aan. En dan gaan wij er even op uit. Boers en Pip, die blijven lekker hier. Ja, boertjes gewoon alleen. Zeg maar dag huis, tot straks. We verlaten ons mooie huisje. En we gaan op naar de Bolloclub volgens mij. We hebben nog niet echt zo'n idee hoe het precies allemaal er binnen uitziet en zo. Omdat we gisteren pas zijn aangekomen. Dus het wordt even een beetje ontdekken. Maar pak even het busje, want het zit een beetje regen in de lucht vandaag. En het is nog een tijdje rijden. In ieder geval, we zitten een beetje aan het einde van het park. Dus we gaan naar de Bolloclub jongens. Wat lekker knutselen. Ik heb geen idee wat. Maar dat gaan we vanzelf zien. Hé hey, jongen? Ja. Nou, erin. Lucius ook erin. Ja. Lekker in zijn jasje gerold. Oh ja. En de meisjes ook. Kijk eens, de meisjes hebben tekeningen gemaakt. Voor wie hebben jullie die gemaakt? Kijk, hier staat Bollo. Ja. Van Lucilla voor Bollo. Voor Bollo. Dan kunnen jullie bij Bollo in de post brievenbus doen, hè? De Bollopost. Nou, spring erin en op naar de Bolloclub, jongens. Yes. Wat hebben jullie meegenomen, jongens? Ja, is het meisjesbuk? Is dit Bollopost? Ja. Waar hebben we de brievenbus gezien van Bollo? Daar. Zien jullie de brievenbus al? Nou, Luan die klimt hier overheen. Daniel die is met Lucius. Ja. Waar hebben we de Bollopost, jongens? Ja, hier moet hij in, Luxie. Kijk. Dat is de brievenbus van Bollo. Pas erin. Luxie. Luxie er ook in. Bollopost. Doe het stapeltje er maar in, Liffie. Ja. Kijk, en als Bollo thuis komt, dan kan hij ze ophangen. Zie je dat? Kijk, alsjeblieft, blok, Bollo. Leuk, hè? Kom, we gaan kijken waar de Bollo Club is. Nou, daar staat Bollo. Dag, Bollo. Nou, dan gaan we hier eens even kijken waar de Bollo Club te vinden is. Ja, is hier de Bollo Club? Fun and Entertainment. Nou, hier moeten we naar binnen volgens mij. Hallo, goedemorgen. Is dit de Bollo Club? Dit is de Bollo Club. Hoi.
kijk, de Bollo Club, kan niet missen. Hoi, hallo, goedemorgen. Wauw, wat leuk. Ja, zeker. Wat ziet het er mooi uit. Nou, dankjewel. Hier gaan we lekker leuk. Gaan we dus zie je het, Lexie? Is dat een huisje? Je mag eerst even je jasje uitdoen. Ja, gezellig. Je mag je ook aanlaten. Leuk, holle poppenkastjes. Je kan allemaal hier heel aan leuk. Kapstok. Oh, we hebben ook nog een kapstok. Ja, we hebben die onderzoek. Leuk. Ik kan ook knutselen. Oh ja. En je kan het best wel heel veel. Ja, dat weet ik ook. Dat wordt echt mooi. Goed, ja. Wat een kleintje is het ook nog, hè? Ja, kijk, hier hebben we de kapstokjes. Hartstikke goed. Goed zo, Luxie. Wat leuk. Een jasje aan. Ja, lief. Kijk, heel leuk. Hoort er al helemaal bij, hè? Leuk. Ja, goed zo, Luxie. Ja. Weet je niet wat? Nou, dan gaan we hier naar boven toe. Oeh. Ja, heel goed, je hebt dat gezien. Kom maar lekker bij. Kijk dan. Oh, dat is dat leuke foam. Ja, jullie kennen toch? Het al ja, ja, dat is leuk. Kijk, dat is dat foam, hè? Voel maar, Luxie. Ja, het voelt een beetje, het voelt een klein beetje als slijm, maar dan toch weer een beetje anders. Nu is het nog heel zacht. Ja, nee, nu is het nog heel zacht. Je mag maar even voelen. Nu is het nog zacht. En als het dan straks helemaal gedroogd is, dan wordt het wel hard. Ja, maar dat is pas morgen, hoor. We moeten eerst een hele dag gaan. Het wordt een beetje gek, hè? Ja. Maar daar gaan we iets heel moois van maken. Want we hebben hier wat vuurtoren staan. Kijk, die gaan jullie allemaal eentje geven. Kijk eens, die is van jou. En deze is van jou. Maar nu is die nog een beetje saai qua kleur. Die kunnen wij denk ik veel mooier maken. Toch? Als we daar hele mooie kleurtjes op gaan plakken. En dus eigenlijk, ik denk dat jullie het wel kunnen. Je mag hier allemaal een stukje van afpakken. Van de kleur die je heel mooi vindt. Ik zie wel altijd met papa, hè? Echt waar? De papa laten zien. Ja, en als je het vast hebt, dan mag je het ook. Kijk, die is voor jou. Welke kleur vind je mooi? Wat is echt je lievelingskleur? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Paars? Paars. Kleur is geel. Vind je een regenboogvuur? Zie je ook. Mijn blauw, die heb ik ook al gehoord. Ja, daarom. Ja, een beetje hetzelfde. Ja. Wat leuk. Wat is jouw naam? Luxie. Dat is ook een hele mooie naam. Een broer heet. Hoe heet je grote broer? Luxie. Oké. Dat is je kleine broer, ja. En hoe heet je grote broer? Luan. Luan? Ja. En je grote zus? Ook zo mooi. Hoe heet die? Sia. Lucia. Lucia. We hebben vier Luutjes. Dat weet je al goed. Nou, eerst de regenboograand zitten. Welke kleur wil je dan? Zo. En we hebben jullie ook nog een hondje thuis. Twee hondjes ja. Thuis. Ja. Hoe heet de hondjes? Poes en Pippi. Ah. Ja, die wisten wij dat dan al een beetje. Stiekem wel een beetje. Ja. Het is leuk om te horen. Ja. Die wouden ook heel graag mee knutselen. We zeiden, nee, jullie hebben het over het huis. Oh, ze hadden wel mogen komen, hoor. Wel? Dan maak je hier een balletje van en dan kun je Woezo achterna laten lopen. Ja, dat was leuk. Eigenlijk is het helemaal zo. En hebben jullie nu een zomervakantie? Ja, 6 weken. Zo. 6 weken, dat is lang. Ja, dat is zeker. We blijven hier 6 weken wonen. Ja. Dat vinden wij alleen maar gezellig. Oh, dat is zeker. Ja, natuurlijk. Zo meteen kennen jullie hen en dan hebben vader en ik lekker de handen vrij. Ja, ja. Ah, romantisch hand. Zo gaat dat, ja. Dat is lang geleden, hè? Weet je dat al? Strandwandeling. 10 jaar geleden. Zo. Hè. Ook leuk, ja. Ook leuk. Ja. Kijk eens, nou, dat is je tweede boog. Welke regenboog? Die wordt al heel mooi, die van Luan daar ook. Wit? Mooi, ja. Goed zo, Lu. Ziet er heel mooi uit. Oh, goed gedaan. Zo, dan ga je een sliertje maken. Nou heb ik nog niet gehad. Oh, roos. Ja, jullie gaan vast nog wel naar het strand, toch? Ja. We zagen dat het vrijdag en zaterdag, zondag, maandag heel mooi zonnig weer gaat worden. Oké. Okay. Oh, dat zou straks weer. Dat gaat allemaal komen. En zijn jullie al eerder in Zeeland geweest? Nee, volgens mij nog nooit. Nee, dat is onze eerste keer, hè? Met hoog tijd. Ja. Ja. Ja, absoluut. Nou, Luxie, wat heb je een mooie creatie gemaakt met papa? Ja, hoe noemen we hem? De regenbogenvuurtoren, toch? Heel mooi, papa. Hey, deze toolband eromheen. Hey, hoe vind je hem? Ja, goed gedaan. Mooie toolband, zo. Hij is heel mooi. Luan is ook heel mooi. Heel mooi. Supermooi. Wat zeg je dan? Lucilla. Lucilla ook. Lucilla heeft allemaal. Je hebt het afgepast. Vlakjes. Heel mooi, liefie. Moet afmaken. Stokjes. Wat hebben we hier? Dit is het. Bollo Strandhuis. Och, schatje. Die is leuk. En hier heb je het gordijntje. Hallo, is er iemand thuis? Hallo. Ik ga eten maken. Oh ja, ga maar eten maken. En Luxie vindt het huisje toch altijd nog het leukste, hè? Lekker met het huisje spelen. Papa. Oh, en papa heeft zijn stoel alweer gevonden, zie ik. Hé. Hey.
Dat is de bollo-stoel. Ja. Ja. Heb je een keukentje? Ja, leuke gordijntjes, hè? En heb je een keukentje, dan kan je wat eten maken met bordjes en kopjes en bekertjes. Ga maar lekker eten maken. Een bollo ontbijtje. Ja? Dat kan ze wel, Aluxie. Ik ook wel. Kijk, hier hebben ze allemaal verkleedskleren in. Wat zou hier allemaal in zitten? Zouden ze ook prinsessenjurken hebben? Zullen we eens even zoeken? Is dit een prinses? Nee, dat is een pyjama, denk ik. Dit. Wat is dit? Nee, ja, dat is een hoed. Even kijken. Mama maakt er wel weer een soortje van natuurlijk. Wat hebben we nog meer? Die is wel heel leuk, Luxie. Volgens mij is dit een jurk. Lee? Even kijken, Luxie. Dit is een beetje te groot. Oh ja, dat is Kermit de Kikker. Kermit de Kikker, wie weet dat nog, jongens? Kermit de Kikker. Kwak, 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 kwak. Dat is een handpop. Kun je met je hand zo kwak, kwak, kwak. Doe met je hand. Ja, kwak, kwak. Ik ben Kermit de Kikker. Wat is dat? Oeh, dat is een zwaard. Heb je er nog één? Oh, kunnen we samen. Ja, ja, ja. Ja, dit is sexy. Oeh, kijk dan. Heel mooi geworden, liefie. Wat ga je nu doen? Een bloempotje maken. Oh, dat wil mama ook wel even zien. Nou, Luxie die zit hier nog even lekker te spelen met, met een... Een hamer. Een hamer. Nou, we zijn hier een potje aan het maken. Ja, wat is het eigenlijk? Een waterbloem. Een waterbloem, maar wat gaan we erin doen? Het zijn hele mooie, het zijn zonnebloemzaadjes. Zonnebloem, ja. Die zijn mooi. Die zijn heel hoog, heel groot. Ja. En dan komen er mooie zonnebloemen in. Die kennen jullie vast wel, toch? Welke ja, die? Die hebben geel en, ja, en hoe heet dat, wat in het midden over zit. Nectar. Ja, heel goed. Ja. Ja, ik ook zwart. Ja, en dat is zwart. Oh nee, zie daar. De meloen is bijna klaar. Er komen nog oogjes op. En bij Luan ook. Nog een beetje lijm erop. Mijn oog. Ja. Hou je op de kop? Geen één oog. Nou, helemaal op de kop. Klein beetje erop. Heel klein. Zachtjes duwen, niet zo hard. Ja, oma. Goed zo. Kun je die zo nou plakken? Hoe minder, hoe beter. Zo. Ja. Als jij dat helemaal zien, dat het allemaal lijm op ja. Hij is wel heel mooi voor nu. Ja. Nou, en dan moet hij even drogen. En als ze straks droog zijn, kun je er een zaadje in doen, hè? Ja. Kijk eens. Oh, wat is hier mooi geworden. Heel leuk, jongen. Ik vind hem heel leuk. Ja. Heel leuk, jou. Sil. Oh, heel goed gedaan. De rups eet jou op. Nou, ja? Ik lekker klein. Ja, en dan kom je weer uit zijn billen. Ja, dat is heel gek, ja. En nu ga ik weer in zijn billen. Ja. Ja. Nou, en dan kom je weer uit zijn mond. Spuugt hij weer uit. Nou, Luxie die heeft wel een lekker hapje gemaakt voor papa, Luxie. Ja, kijk. Nou, daar houdt papa wel van, hè. Kippenpoot. Ja. Ja, met kaas. Lekker kaas. Om te maken. Hallo? Hey. Van over door, hè? Nou, mooi gemaakt, Lu. Hey, gaan jullie mee? Gaan we even boodschappen halen? Ja. Volgende keer gaan we hier weer spelen. Wie is dit zonnetje? En wie is dit boompje? Het zijn Luxie en Lucilla. Kijk eens. Ja, ik zie het. Je bent groot geworden. Luxie, zal ik een foto maken van jullie? 1, 2, 3. Nou, de kinderen hebben net heerlijk gespeeld hier bij de Bollo Club. En we gaan nu eens hier naar binnen toe kijken wat hier te beleven valt. Lucius die is nog lekker in Dromenland. En wij gaan hier eens even naar binnen. Oeh, kijk eens. Ik zie al een speelplein. Dat ziet er leuk uit. Oeh, ja, doe alles vooral onder in de bak. Kijk. Dat ziet er gezellig uit. Kijk, hier kun je vier op een rij spelen. En hier heb je nog meer was Lucilla gebleven. Oh, kijk. Oh, kijk. Bootje varen. En kijk, hier kan je spelen. En hier. En daar kan je spelen. Hier kan je knikkerbaan maken. Papa die heeft een tafeltje gevonden. Ik ga even met de kinderen daar kijken. Hè? Ja. En hier hebben we een waterbaan. Kijk, hoe ga je aan? En Lucilla heeft ook wat gevonden. Kapla, dat heb jij ook op school, hè? En kijk eens wat ze hier hebben gebouwd. Vroeger dan, je hebt twee. Je hebt een hele grote toren staan. Zie je dat?
Zou die vastzitten of niet? Jill, zou die vastzitten? Oh. Gaat dit goed? Gaat het goed? Oh. Ja, gaan we daarheen? Nou. En daar hebben we nog een indoor speeltuin. Gaan we daar eens even kijken. Nou, hier hebben we een surfboard. Mooi, Luxie. Waar gaan we dan naartoe? Waar gaan we dan naartoe? Hier door de slinger dingen heen. Oh, die rol. Pas mama daar wel door, jongens. Kijk dan. Oh. Ja, kom. Hey. Waar gaat mama hier wel doorheen passen, jongens? Ik weet niet hoe dit... Hier weer naar boven. Ja. Ja. Hier doorheen. Ja. Hoe goed zit ik zie? Oh. Zo'n tijdje geleden moest ik het hebben gedaan. Ik moet er even wachten. Wee. En daar komt Luxie aan. Goed zo, Luxie. Boom. Ballaba. In de ballaba. Kijk. In de ballenbak. Oh, ja. Dat is wel grappig. Dat is leuk. Oh. Luxie, waar ben je dan? Ga Luxie verstoppen, jongens. We gaan Luxie verstoppen. Waar is Luxie nou? Waar is Luxie nou? Daar is Luxie weer. In de ballenbak. Nou gaan we Lucilla verstoppen. Kom, Amanda, Lucilla verstoppen. Zie je ze daar nog, Luxie? Nee. Waar is ze? Waar is Lucilla? Waar is Lucilla? 1, 2, daar is Lucilla. Oeh, ik krijg een bal op mijn hoofd. Kijk dan, er komen ballen uit. Ja, en daar kan je naar boven klimmen. Op die klimdingen. Goed, Cecile. Knap hoor. Probeer maar. Volgens mij kan jij dat wel. Goed zo. Goed zo, Sil. Ja. Daar komt Luxie aan. Daar komt Lucilla aan. Daar komt Luan aan. En daar komt Lucilla. Ja, zo kan je ook naar boven. 1, 2. Goed zo. Heb je dus daar die indoor speeltuin. Dan heb je dus hier dit speelgebeuren. Daar zit Daniel. En dan hier heb je het ingang van het zwembad. Gaan we niet vandaag doen. Maar dat is hier. Kom jullie. Dat is het zwembad, jongen. En we gaan nu eerst boodschappen doen. En de boodschappen, dat gaan we daar doen. Zo, oké. En dan gaan we hier naar binnen toe. Nou, we hebben een winkelwagentje en nog een winkelwagentje. En Luan die heeft het karretje. En dan gaan we de pijlen volgen en dan gaan we even wat boodschappjes doen, jongens. Oh, kijk eens. Verse worteltjes. Nee, tomaatjes. Tomaatjes. Kijk eens, voor de gezonde groentjes. Aardbeien. Aardbeidjes. Alsjeblieft. En fruitschotel. Paprika. Ja, goed zo, Luxie. Kijk, dat is een Luxie. Kijk, even doen nog wel lekker groentjes. En wie is zo gek op bananen? Hallo, de bananen. Alsjeblieft. Ja, leg ze er maar in. Goed zo, toppie. Nou, de mandjes gevuld met gezonde vitamintjes. Hè? En we zijn hier dus in Zeeland. En dit zijn allemaal de streekproducten. Die komen uit deze streek. Hier hebben we een hele grote fles. En dit is een sinaasappelpers. En daar zitten alle sinaasappels in. En die gaan hier doorheen. Kijk. Gaan ze er doorheen. En uiteindelijk komt de vers geperste suderans in de fles. Zo. En deze potje in je winkelwagentje. Nou, verse boy. Ja. Voor de lunch. Ja, lekker hoor, ja. Volkoren bollen is altijd goed. Ja, pas precies, Luxie. Toppie. Zo, nou dan is alles maar om te kassa laten. Nou, en dan gaat Luan.
op zo'n mooie zeefiets. Nou jongens, lekker fietsen, hè? Pakken wij de boodschappen uit? Ja, kijk ze gaan. Kijk naar de tafel. Wow! Goed zo. Nou, ze worden groot, hoor, zie je het? Ja. Onze drie grootste duifjes die... Mama? Hij is nog klaar. Mama? Ja? Maar tot die lantaarnpaal? Ja, gewoon tot die paal, tot die paal. Je moet het huisje nog terug. Ja. Nou, wij gaan alles weer pakken in de tafel, denk ik, voor de lunch. Dag, Lexie. Grote meid. Goed zo, grote broer met zijn mooie racefiets. Nou, top. Nou, Lucie is die... Voor de weet fietsen erachteraan. Ja, gaat zo snel. Zo, ondertussen zijn wij weer in het huisje. Ik heb hier een raampje buiten. Ik kan mooi kijken naar de kinderen die lekker aan het fietsen zijn. En Lucie is lekker aan het slapen in de kinderwagen. En ik ga even de boodschapjes uitpakken. Zodat we zometeen even lekker wat kunnen lunchen. Voordat we zo meteen weer, we hebben eigenlijk niet echt heel veel op de planning. We doen het namelijk rustig aan deze vakantie. We hebben natuurlijk onze newborn baby nog bij. En ik moet zelf ook een beetje rustig aan doen natuurlijk. Gelukkig heb ik vannacht wel prima geslapen. Hij heeft ook best wel goed geslapen eigenlijk. Gewoon zoals hij thuis ook slaapt. Hij heeft nog geen officieel sprongetje. Zoals de Oei Ik Groei app, zeg maar. Dat begint pas over... 2 weken volgens mij. En dan pas kan je merken dat hij een beetje uit zijn doen kan zijn. Maar voor nu hebben we daar nog gelukkig nog geen last van. Nu we op vakantie zijn. En hij slaapt gewoon heel erg veel. Wel hebben we een klein internetprobleempje. Want we hebben natuurlijk wel internet nodig om deze vlogs voor jullie te kunnen uploaden. Alleen we hebben hier... Nathaniel heeft jullie... Maar de laptop neergezet hier in het washok. Kijk, want hier hebben we de router staan. De internetrouter die staat hier. We hebben niet zo'n goed internetverbinding. Dus hier staat de laptop up te laden. Kijk, deze vlog is van gisteren. En die is nu nog steeds niet online. Is nog steeds niet verwerkt. Omdat we hier dus heel dichtbij die router hebben. Die internetrouter. We hebben dus hier neergezet. In het washok hier, zoals jullie zien. Maar de internetverbinding ook hier is niet zo erg sterk. Dus Daniel heeft even... wat geregeld dat hij daar bij de receptie mag uploaden. Omdat daar de wifi iets sterker is. Want als wij dus zeg maar niet uploaden hier en we komen thuis, moeten we straks 7 vlogs in 1 keer uploaden. En hebben jullie straks zwart beeld dat er geen video online staat. En dat is natuurlijk niet echt handig. Dus heel fijn dat we gebruik kunnen maken van de wifi bij hun op het kantoor. Dan gaat Daniel straks ook even naartoe om daar alsnog de vlogs up te loaden. Hey, heb je lekker buiten gespeeld? Ja. Mama gaat even de tafel dekken en dan gaan we zo lekker lunchen. Goed? Ja, moet je wel even in je handen wassen. Goed? Toppie. Nou, dit scheelt weer. Kaas. Gaan we zo even lekker de tafel dekken en lekker lunchen. Even een lekker spintje. Even lekker knuffelen met grote broer en kleine zus. Ja. Hij heeft heel erg lekker geslapen in zijn kinderwagen. Hij heeft eigenlijk niet zoveel meegekregen van dat we erop uit zijn geweest. Maar hij was er wel bij, hè? Hij was er wel bij. Liefie. Oh, dan word je toch veel gekust. En geknuffeld. Schattig is hij, hè? Zachtjes, hè? Ja. Helemaal net knuffelen. Nee, Pipje. Ja, Pipje. Pip die denkt, waar is de baby? Kijk. Pipje. Pipje. Yeah. Pipje, hier is de baby. Pip, daar. Daar is de baby. Daar is de baby. Pipje, ook even kijken. Ach, kijk dan. Dat is een lief knuffel. Oh, er komt er nog één aan. Oh. Ja, Lucie heeft heel wat aandacht hoor, in onze familie. Heel veel knuffeltjes. Braaf. Zo, Pipje houdt er wel. Ja, Pip, denk ik, ga erbij zitten. Een voedselfilter. Ja. En daar komt Lucilla aan. Heb je lekker de handen gewassen? Ja. Toppie, schatje. Lucie is die zwakker. Kom maar. Ja, mama gaat even de tafel tippen. Wil je hem hebben? Ja. Ga maar zitten. Eerst goed gaan zitten. Zit je goed? Ja. Goed zo. Kijk, heel goed Lucilla. Even zitten. Ja, dat doe je hartstikke goed. Even knuffelen met je grote zus. En dan kan je zo meteen weer lekker drinken. Weer een lekkere poepluier en een boertje.
En dan gaat u weer? Slapen. Slapen. Ja, dat is het leven van een newborn baby, jongens. Meer is het niet. Poepen, drinken, slapen en dat weer overnieuw. En knuffelen, hè? Heel veel knuffelen. Heel veel. Mag ik ook mee helpen? Ja, je mag mij ook mee helpen. Mama, ja, ja. Oh. Mama. Nee, ik heb stiekem een snoepje. We mogen altijd alleen maar snoepjes. Ik ben betrapt. Als we... Ik heb, ja, kijk, ik had hier een kleine van deze genomen. Ja, wat zijn die, man? Wil je proeven? Die is heel lekker. Oh, gaat-ie? Oh. Oh. Ik proeven. Wil je deze ook proeven? Dat is een krijtje. Daar is mama heel gek op, nee? Een krijtje superjuffie. Ja. Nee. Vind je die lekker, nee? Dat is een drop. Mam, dropje. Dan moet je superjuffie een krijtje eten en dan wordt ze superjuffie. Oh, is het zo? Ik heb veel gekeken op school. Ah, op school, oké. En kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Hallo. Nou, kijk, de tafel is ook al mooi gedekt. Ja. Hij antwoordde dat terug. Ja. Dus je zei toet 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 toet. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet, hoor. Ik wat ze zei van papa en Lucie. Oh, zag je een soort hoofdje, liefje? Ja, ja. Ach. Liefje. Nou, ondertussen heb ik het ontbijt, of de lunch klaar. Gaan we lekker aan tafel? Gaan we lekker eten? Ja. Ja, gaan we lekker eten. Ja. Kijk, we hebben hier de tafel gedekt. Lekkere bolletjes. En wie lust een lekkere I Love Zeeland appelsap? Zullen we die eens even proeven? Ja. Puur natuur staat erop. Twee. Een beetje voor jou. Lieks je ook lekkere Zeeland appelsap? Ja. Ja, kijk eens. Alsjeblieft. Nou, zo. Nou, heerlijk jongen. Kunnen we lekker aan tafel. Lucie is erbij natuurlijk. Ja, die hoort er helemaal bij. Kijk, lekker in de kinderwagen. Heerlijk, lekker voor. Ja. Lekkere aardbeidjes op tafel. Volgens mij heeft hier iemand ook wel uitgesnoept, of niet? Dixie. Goed zo, jongen. Ja. Nou, gaan we even lekker lunchen. Is smakelijk. Gezellig, zit hij naast jou? Ja. Ligt hij naast jou? Ik heb een beetje thee over wie dat nog wil. Goed zo. Nou, wat gaan we doen, Lu? Nou, kijk. We hebben van die hele kleine ezeltjes. Ja, schattig, hè? Ja. En daarop kunnen met stiften wat moois maken. Kijk, dus de meisjes zijn al bezig. Mijn tekenje. Oeh, schatje, wat ga je helemaal mooi kunstwerk maken? Lucilla die gaat ook een heel mooi kunstwerk maken. Een zonnebloem. Misschien komt die ook nog wel in het museum te staan. Ja. Een zonnebloem. Een zonnebloem. Ja, dat is een goed idee. Mijn tief is op mijn jurk. Oh, schatje toch. Oh, is niet erg. Kan gebeuren. Hoort dan op het kunstwerk doen, hè? Ik kan er ook wel een maken. Tuurlijk. Kijk, er is nog een vierde. We hebben altijd vier meegenomen. Ja, er waren twee plakjes. Van Action trouwens, als jullie je afvragen. En top. Dat je het ook leuk schattig. Vindt. Ja, en top. Schattig. Hmm. En top nou. Top. Hier. Daar. Zo'n mooie poen. Heel erg mooi, Lucilla. Luxie heeft ook echt kunstwerk gemaakt. En Luan die gaat volgens mij het strand maken, of niet? Dan mag ik kunst. Dan kan ik een keer een gezichtje maken en dan liggen ze op het strand. Ja, dat kan. Oh, Luffy. Kijk dan. Wat is die mooi geworden. Heel mooi, schatje. Kun je zo weer zetten. Ja. Hier mijn slapen. Net op het doen. Op je slaapkamer? Ja. Ja, dan kun je op je slaapkamer het strand maken. Kijk, zo wordt hij. Ja. Oh ja, ik moet nog de handdoek maken waar die op ligt. Oh ja. Een picknickkleed kun je ook al op het zand. Deze mijne. En de bloem met mooie roosjes. Mooie roze. Ja, die wat. Ik maak mooie gekleurde handdoek. Oh, hier is het punt weg. Oh. Luxie. Zijn net nieuwe stiften. Ja. Zo ga ik altijd. Zonde. Maar niks uit, dat is
is maar druk. Nou, maar ze moet wel een keertje leren om voorzichtig te doen met de spullen. Ja, Luxie gaat stipjes zetten. En dan druk ze het daar. Mama, mijn zoon ook een kippertje of zo. Oh ja, dit is op school ook. Maar dan moet je rustig doen. Dan moet je niets. Ja, nou dat zou ik maar niet doen. Hè? Mam! Ja? De zee is ook toch niet donker? Jawel. Huh? Is dat olievlek of zo? Nee, dat is geen olievlek. Ja. Mam, papa thuis is zien. En dit is papa zien. Straks papa zien. Mam. Ja? En daar is een deze toe. Moet ik even jullie kijken? Nee. We gaan op vakantie proberen niet te veel op de schermen te zitten. Goed? Maar wel muziek op te zetten. Ja, wel muziek, maar niet muziek op te luisteren. Oh. Met de zonsondergang. Dat is ook het enige wat ik kan. Best een mooie zonondergang. Ja. Kijk. Oh, mooi Luxie. Helemaal geel. Mooi, is allemaal zand van het strand. Ja. Ja. Wauw, Lucilla, hij is echt super mooi geworden. Echt kunstwerk. Superleuk. En nou deze. Mama. Die van mama erbij. Kijk, dat is toch leuk? Ja. En Luan, was je ook al klaar? Bijna klaar. Luxie, je had hem al op je slaapkamer gezet, hè? Ja. Ja. Dit is onze expositie geworden, jongens. Dit is het kunstwerk van Luxie, van Lucilla, van Luan en van mama. Ja. Heel erg mooi kleine, geworden. Kleine ja, super schattig. Kijk hoe klein ze zijn. Ja, heel schattig. Nou, ons huis op slot. En jawel, wij gaan lekker wandelen. We gaan wandelen naar een restaurant. En de kinderen en op de kids hier op de fiets. Ja, honden gaan ook lekker mee. Nou, ik zeg heerlijk. Even met de benenwagen. Busje, we laten jou eens even gezellig. Voor de verandering thuis. Ook in huis, ja. We gaan is een binnendorp. Nou, kijk eens aan een rijkdom. Zie er gaan. En eventjes een stukje heuvel. De heuvel op. Nou, even een kruispuntje over. Zo. Zo. Nou, we zijn aangekomen. Zet maar dagballon. We zijn te fiets. Zet de fiets. Trappen, trappen. En we zijn er. Nou, en Luxie, heb jij een menukaart? Wat heb jij gevonden op de menukaart? Ja, ook watermeloen. Watermeloen? Wat zie je nog meer op de kaart? Ook een wortel? Pannenkoek. Pannenkoek. En dan wat nog meer? Een wortel. Ei, kinker. Een beetje soep. Ja, een tomaatsoep. Een Duitse. Ja, Lucilla die wou in Duits leren. Lucilla heeft de Duitse. Lucilla? Ja? Oh, ik heb hem niet. Lucilla, wat willst du essen? Nee. Ja, wat willst du essen und trinken? Bohnen! Luxie heeft haar krasplaat klaar. Lucilla! Ja. Krasplaat. Ik ben even bezig. Lucilla! Met de hoed. Mooi dat je. Nou, eten is in de maak. Nee, mama. Kijk, dus dit is ook een bord. Kunnen ze zelf een hamburger maken. Dus zelf beleggen met wat ze erop willen. Dat is lekker, hè, jongens? Oh, eet smakelijk. Is die lekker, die burger? Ik heb een heel goed gemaakt. Ik heb lekkere salade. Mm-hmm. En ik heb kaas. En een lekkere hamburger. Nou, lekker jongen. Wappa. Nou, wij gaan hier lekker ons eten opeten. Lucius die ligt nog lekker te slapen. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vakantievlog. Tot morgen. Bye bye. Bye, bye. Hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.